volle businessruimte hier bij de voetbalvereniging Nunspeet. Gaan we proberen na te praten met de beide trainers. William Mossing Holstein van WAC en uiteraard Freddy Smit van Nunspeet. Ja, de slag om de vierde plaats vanmiddag. Is toch beslist in het voordeel van WAC, William? Ja, klopt. Dank je. Maar het moest wel heel lang duren voordat jullie Nunspeet op de knieën kregen. Ja, maar dat is een compliment aan de tegenstander. Je kan goed voetballen, maar je hebt altijd te maken met tegenstander. En die maakt het ons oprecht heel erg moeilijk. Dus dat is een compliment waard. Aan de andere kant vind ik wel dat wij constant vanaf minuut 1 tot en met minuut 90 gespeeld hebben om de overwinning te pakken. En dat het dan lukt, dat is heel plezierig. Want daar speel je, train je voor. Het is de verdienste van de tegenstander. Dat is waar we gebleven waren. Nee, weet je, ik zeg zelf altijd, en dat meen ik ook oprecht, je bent zo goed als dat de tegenstander toestaat. En we konden dan wel het meeste balbezit hebben, maar tot aan de 16 meter werd het heel erg lastig. En als we de achterlijn wilden halen, dan was dat nooit voor de goal, dan was het aan de zijkant. Ik denk dat we minstens 40 voorzetten hebben gegeven, 20 links, 20 rechts. Veel gevaar voor de goal met voorzetten. Daar hebben we één kopsterke speler, Jonathan van Marlen. Vandaar dat we de tweede helft ook Menno Kamphuis inbrachten. Ja, dat het dan aan het eind van de rit tot succes lijkt, is mooi. Ik had de jongens ook gezegd van hou de nul, zeer waarschijnlijk gaan we er wel één maken. Nou, gelukkig is die voorspelling uitgekomen. Maar pas in de 86e minuut, hè? Ja, maar dat zijn de mooiste. Ja, dus absoluut is dat waar. Freddy, het begon eigenlijk al heel snel met de druk van WHC op Nunspeet. Ja, dat klopt. Ik denk dat we de eerste 20 minuten met name een afgekeurde goal en een paar momenten dat we daar even wat goed wegkwamen. Ik heb in de rust gezegd van, daarna stonden we gewoon goed. En William heeft gelijk, komen er veel voorzetten zeker. Maar ik denk dat ons centrale duo dat ook goed in de smiezen had en zelfs een wagen vecht af en toe tussen Lars en Jonathan volgens mij. Want zag ze allebei nog wel eens wat rollenbollen. Maar goed, dat is dan ook weer het mooie daar. En goed, in de rust ook al gezegd van, eigenlijk hetzelfde wat William zegt. Houd de nul, want ze willen voor de periode spelen. En aan het eind van de wedstrijd gaan ze steeds meer komen. En hebben wij de wissels om ze misschien heel erg van pijn te gaan doen. Maar goed, dat je dan de rode kaart krijgt, dat weet je natuurlijk in de rust ook niet. En daar, ik denk wel dat het moment is waarop we in ieder geval niet meer datgene kunnen doen wat ik net zei, aan het eind. En dan moet je ook een beetje noodgedwongen wisselen als alleen op resultaat wisselen, zo maar zeggen. Dan probeer je er nog wel wat uit te halen wat je wilt. En we hadden gezegd, de voorzetten van 30 meter, laat maar komen. He, dat staat goed. Maar laat ze niet in je rug komen, ze willen heel veel met 1-2's in je rug komen. En ja, dat dan toevallig die een paar minuten voor tijd gebeurt. Of niet toevallig, maar dat gebeurt. En dat dan de goal oplevert. Ja, heel sneu voor ons. Die jongens hebben zichzelf in die zin niet kunnen belonen. Maar ook hier een compliment waard als je praat over tactiek. En dan misschien niet zozeer naar voren, maar wel het goed neerzetten. He. Wezen maakt 13 goals in 2 wedstrijden. Wij zijn een moeilijk te verstaanbare ploeg meestal. Ze hebben het wel zo tactisch proberen neer te zetten. Omdat 3-5-2, of 5-3-2 wat je wilt, goed op te vangen. En ik denk dat die jongens daar wel een compliment voor verdienen hoe goed ze dat hebben gedaan, tactisch. Ja, alleen aan het eind met de beloning niet, helaas. Ja, gisteravond hadden we het al eventjes over het tactisch plan. Vorige week had je dat tegen DZC68. Voor vandaag had je dat ook weer in beeld. Om dat zo neer te zetten. Is dat ook uitgekomen? Ja, behalve de nederlaag natuurlijk. Maar ja, zeker. Ja, ik denk wel dat we dat buiten de eerste 20 minuten, dat je dan even je weg moet zoeken, het vrij goed hadden staan. En dat we ook eigenlijk heel weinig weggaven. En na de rust, die ene diepe bal die de jongen overschoot, achter ons de linker centrale verdediger, achter Las. En dan de goal. En dat was het volgens mij. Onze keeper, ik heb nog even gecheckt, die heeft geen één echte redding hoeven doen in die zin. Natuurlijk, ze had het meeste balbezit, ze had het meeste gevaar, dat weet ik. Maar we gaven eigenlijk niks weg. Ballen, ik denk de eerste 7 minuten naar rust, dan krijgen wij de 2 kansen. Hè? Die ene kabbel en een schot, daar hadden we ook maar zo een goal kunnen maken. Ja goed, het is niet anders. Het is niet anders. Beginfase, William, van de tweede helft. Dus bij ineens 2 kansen. Ja, absoluut. Elke wedstrijd krijgen beide ploegen kansen. En het klinkt een beetje cliché, maar daarvoor heb je wel een keeper in de goal staan. En ik vond dat Jasper hem, en die keept sowieso de laatste week uitstekend. Dus die pakte die ballen goed. En dat zijn cruciale momenten, hè? Want je kunt wel jagen op de winnende treffer, maar je zult de achterdeur dicht moeten houden. Ook daarin vind ik dat wij een compliment verdienen. Hè? En jagen op een treffer, soms zelf met 5-6 mensen voor de bal. En dan nog achterin in het voetbalverhaal althans weinig weggeven. Ik vond Nunspeet wel heel gevaarlijk met de hoekschotten, ingestudeerd, wisten we ook wel, maar het blijft lastig met die sterke jongens. Dus je hebt gelijk, die 2 kansen, als er 1 goal van was gekomen, was het nog lastiger geworden.
Ja, dat is zo. Toch is het op een gegeven moment de frustratie, denk ik, die er komt, dat die komen niet wil vallen. Hè, en dat je Nunspeet op de knieën krijgt, want je hebt wel steeds het veld overwicht. Ja, maar frustratie is iets dat wil ik uitbannen. Je moet focus houden. Je moet weten wat je aan het doen bent. En als er dingen moeten veranderen, moet dat bij de trainer vandaan komen. Vandaar ook dat wij de laatste 10 minuten zijn gaan spelen met 3 spitsen. 2 backs gewisseld naar de andere kant toe. Een van de vleugelverdedigers naar voren gebracht. Ja, en weet je, dat is dan misschien een lukje. Aan de andere kant, je wisselt erop om het voor elkaar te krijgen. Dat je dan 2 minuten later die goal maakt. Ja, dat is wel mooi. De tegenstander moet zich daar wel op instellen. Wij kunnen dat het hele vorig jaar gespeeld. Dus we spelen nu 2 en soms in wedstrijden zelfs wel 3 systemen. En dat is mooi. De rode kaart van Giel, Jan, is dat een beetje de omwenteling in de wedstrijd geweest, Freddy? Nou, ik denk zeker. Ik vind wel dat die 10 jongens die dan overblijven er nog een extra schepje bovenop deden. Dus een heel groot compliment waard. Want het werd WRC niet makkelijker gemaakt. En zelfs bij een aantal keren konden we nog gevaarlijk uitvallen. Maar goed, het is wel een omslag in de wedstrijd dat je niet meer datgene kan doen wat je wil aan het eind door 3 spitsen te zetten of 2, hoe dan ook, wat je aan wissels had bedacht samen aan de kant. Of het een rode kaart was, ja, het is zo ver bij mij vandaan dat ik er bijna geen oordeel te geven. Wat er wel was wat verwarring over waarom die rode kaart gegeven was door de scheidsrechter in het veld en later naar de thuis. Ja, goed, dat denk ik wel de moer even naar kijken. Maar dat is ook niet slim om er zo in te gaan en dan vooral rood op te lopen. Ja, als team hebben we daar maar nadeel van. Ja. Dat je wisselt eerst Henk Boom en Christian van der Kamp, daar komen Imo Goud voor en Dani Schmitz. Ja. Later Enes ook nog in het veld voor Marco Drost. Ja. Betekent dat je een beetje Vabank ging spelen? Nou, bij Enes wel. Hè. Er valt net 1-0 en die liep warm. Dus die was het dan met een warm in te vallen. Dus dan ga je gewoon gokken en dan ga je 3-3-3 staan, om het maar zo te zeggen. En dan hoop je op een bal die toevallig een keer goed valt. Zo simpel is het. En wel met de zijkanten bezet. En dat had ook maar zo een keer gekund. Maar ja, je kunt ook tegen 2-3-0 aanlopen als je het goed doet. Daarvoor niet. Daarvoor was wel een bewuste wissel om Dani te brengen die aan de zijkant wat meer het balbezit zou kunnen houden bij zijn techniek en met de bal het veld oversteken. En die dan met de paas dus Emiel met zijn achter de verdediging moet proberen weg te steken. Want eerlijk is eerlijk, Henk en Chris hebben ontzettend veel arbeid verricht voor het team. Ja, dan is het ook geen wonder. Dan mag je ook verwachten dat 2 verse wissels daar dan wat meer kunnen brengen. Of hopen in ieder geval. Ja, aan WRC zeiden Kamphuis erin, Kamphuis eruit. Ja, snee. Wat ik al zei, we hebben veel voorzetten gespeeld vanaf de linker en de rechterkant. Uiteindelijk was Jonathan de enige echte kopsterke speler, ook vanuit zijn visie. Dus daarom hebben we Mark van Petersen, die de eerste helft voorin speelde, teruggehaald naar nummer 10 positie, waar hij prima kan spelen. Maar Mark is geen kopper, dus daarom dachten we Menno. En als hij dan na 10, 15 minuten er weer af moet, is dat in eerste instantie voor hem heel erg zuur. Maar ja, op een streep door het plan. Maar goed. De derby is weer gespeeld en de winst gaat weer mee, hè? Net als vorige keer. Ja, heel zwaar. Ja. Heb je 2 punten laten liggen hier? Maar, nee, ik weet het niet. Ik denk als je kijkt naar het kansen weggeven wel, als je kijkt naar het spelaandeel niet. Ik heb eerder minder vrede met de 1-1 uit bij KSC bijvoorbeeld. Maar daar vind ik dat echt 2 punten hebben liggen. Maar laten liggen, hier is het dan een iets ander gevoel. En je wil geen derby, je wil geen wedstrijd verliezen. En zeker geen derby verliezen. Maar nogmaals, zoals ik net zei, hè, qua kansen denk ik niet. Of misschien wel bedoel ik, maar qua spelaandeel niet. Dus ook compliment aan WCC. En dan ga je elkaar weer in de reet steken. Maar wel de complimenten hoe ze het hebben gedaan. En uiteindelijk op die manier hebben volgehouden om de winst te pakken. Goed, heer. Op naar de revanche dan maar. Die komt de komende tijd dan nog wel in wezen. Succes verder. Niet meer met de beker, hè? Sorry? Niet meer met de beker. Nee, die hebben we al gehad, hè? Die wil daar weer niet meer aan terugdenken, was vorig jaar. Ja, dat was vorig jaar. Was dat 3-0? Nee, niet. Ja, alleen dat wil je niet weten. Dat was het. Die beker onder mij, trouwens. Ja. Goed, dat was het vanuit het business home van de voetbalvereniging Nunspeet. Napraten over de wedstrijd Nunspeet-WAC. Vanmiddag eindigend in een hele overwinning voor de ploeg uit deze.